Het vijfde nummer is gebracht, is een nummer gebaseerd op de Mavericks. Hè? En het vijfde nummer, Wij dansen door de nacht. Ja, ja, ja. De titel alleen al, hè, dat is al iets waar u vrolijk van wordt. Ja, ook de Mavericks kent iedereen, denk ik. Het nummer kent ook iedereen. Ik herinner me nog heel goed die videoclip. Mm-hmm. Het is ook weer een heel vrolijk nummer, want dat was wel iets wat ik wou, dat het... Het moest vrolijk worden, de country. Het mocht niet het negatieve meekrijgen. Oké, er zitten wel teksten in die niet positief klinken. Klopt, ja, ja, ja. Maar ik wou toch dat de sound en bepaalde teksten toch wel heel vrolijk zijn. En die we dansen... ik ben nu even kwijt. Vijf, wij dansen door de nacht. We dansen door, ik heb er een paar met dansen. Ja, 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 ja. Het is logisch. Ja. Dus, van veel mensen is dat ook een van de lievelingsliedjes. Dus, het is ook een mooie interpretatie van een cover. Ja, ja, mooi. Dan hebben we het volgende nummer, een van mijn favorieten. Ook oorspronkelijk door Shania Twain gezongen. Wow, ja. From This Moment. En het werd Met Mijn Ogen Dicht. Dat is ook persoonlijk een van mijn lievelingsnummers. Ik weet nog, je bent bezig aan een cd en je zingt dat in en dan krijg je dat binnen. En ja, dat is altijd leuk. En ik denk, ik zing nu 13 jaar, dat dat een van de weinige keren is dat met mijn mond... Ja, ik stond gewoon met mijn mond vol tanden, ik werd stil. En ik ben echt beginnen wenen. Ik vond dat zo mooi. Zo mooi geproduceerd, de instrumenten die erin voorkomen. Ja, dat is echt... een supermooi nummer. Ik heb tot nu toe nog nooit als single, dacht ik, nog maar één keer, zo'n rustig nummer uitgebracht. En toen ik dit hoorde, dacht ik, we moeten daar toch ooit iets mee doen om op single te zetten. Ja, ik zou de platenfirma pushen, brengt dat als single uit. Een andere Laura Lien, waarom niet? Ik vind het ook een supermooi nummer. Ja, want het is misschien niet voor de hand liggend dat ik dit van Shania Twain koos. Ook niet, nee. Maar ik ken het wel. Ja. Dan hebben we ook een nummer dat ik niet verwacht had, maar destijds een monsterhit voor Rednecks, Cotton Eye Joe. Ja. En het bleef wel Cotton Eye Joe. Ja. Dat is Laura Lien. Ik zie dat al op het podium tijdens een of andere optreden. Dat brengt ambiance. Ja, ik vond dat een geweldig nummer. En ik weet dat het een moeilijke was om dit te gaan produceren, omdat dat eigenlijk meer een danceversie is. Ja, 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 ja. En, dan dachten we van, goh, wat moeten we daarmee gaan doen? En ik had een versie van iemand gehoord. De naam ontglipt me nu heel even. En ik dacht, wauw, die is zo mooi gebracht. Dat was van een mannelijke artiest. En daar hebben we ons een beetje op gebaseerd. Maar dan begint je te denken over een titel. En ik dacht van, wij kunnen die titel gewoon niet veranderen. Mm-hmm. Dat moet gewoon Cat and I Joe blijven. Ja. Dat is leuk. Mm-hmm. Het is wel heel snel gezongen ook allemaal. Wordt ook moeilijk. Maar ik denk dat ik het toch wel in een setlistje ga steken. Oké. Ben benieuwd. Ja. Ben benieuwd. Nummer 8, door zijn hele versie was ook prachtig. Door Tammy Wynette, de States zongen Stand By Your Man. En nu maakte er Blijf toch bij. Ja, mooi nummer. Ook. Ja, iedereen kent dat ook. Ja. Zo'n beetje een plakker. Hè? Mm-hmm. Perfect voor op senioren almiddag te zingen, denk ik. Mensen inderdaad gaan op de dansvloer komen. Dat zijn allemaal zo'n beetje nummers waar ik het gevoel van heb dat mensen dat wel graag horen van mij. Niet altijd typische ambiance, maar een keer een andere kant van Laura Lien. En dit nummer was eigenlijk ook vrij snel gekozen. Ook zo eentje van, oké, dit moet er gewoon op. Dat was één uit mijn lijst. Ja.